Noordwijk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Horesca Horecavo, de Heren van Noordwijk en Van der Meer Makelaars. Wij kiezen voor zeg maar een open rechterkant. Ja, dus we geven ze de gelegenheid om aan de linkerkant op te bouwen. En dan gaan we kijken hoe dat uitpakt. En nog verrassingen in de opstelling vandaag? Kijk, het grootste gedeelte van de opstelling is over het algemeen hetzelfde als te doen gebruikelijk. Wat zeg ik bijna allemaal. Het is hetzelfde elftal als waar Noordwijk de laatste weken mee het veld in gaat. En zo vanmiddag aan de boorden van de Merwede, de Kozakkenboys tegen Noordwijk. De ene laatste wedstrijd van de topklasse, waarbij het voor de Kozakkenboys nog van belang is de punten binnen te halen voor het behalen van de derde periodetitel. Noordwijk is in feite wat de ranglijst betreft wel klaar, maar voor de eer gaan de mannen van Kees Zethoff vandaag, de trainer, stagiaire, in het blauw gestoken de spelers van Noordwijk tegen de rood-witte van de Kozakkenboys onder leiding van Michel Langerak. En de scheidsrechter is de heer Dijkstra vanmiddag. Nou, wat is er te melden over het team van Noordwijk? Eigenlijk Sven de Ridder nog steeds niet 100% fit. Op de bank beginnend. En achterin Bob Hoogkamer met Marcel Akerboom. En die spelen ook de bal aan elkaar toe. Noordwijk deed in het begin een vrij langzame opbouw. En over rechts Raymond Manaputi. Kees Zethoff had ook van tevoren gezegd, we laten de linkerkant open van de tegenstander. Want daar dachten ze dat de zwakte lag van de Kozakkenboys. Nou, of zich dat ook werkelijk zo ging ontwikkelen, dat gaan we nu meemaken. Raymond Manaputi, de opbouw. Hij weet het ook even niet, dus maar weer even terug. Het was een hele mooie zonnige dag, wel een strakke wind schuin over het veld. Dan is het Arie Lok die de bal naar voren speelt. En daar is het Marcel Akerboom die hem weer weet terug te veroveren. En hij zoekt de vrijstaande Raymond Manaputi. Alleen die verslikt zich daar in de linker middenvelder. En dat is Arda Havar. En daardoor ontstaat er bijna een kans voor de Kozakkenboys. Raymond Manaputi had het moeilijk vanmiddag tegen die eerder genoemde Arda Havar. En dan is het de Kozakkenboys die het over de rechterkant gaat proberen. Bram Meurs schermt de zon eraf en wordt daar toch voorbij gelopen. En dan is het daar de topscorer van de Kozakkenboys die hem half raakt. En ook Raymond Manaputi raakt hem half. En dan in de melee van spelers is het daar een rommelige situatie waarbij het uiteindelijk Noordwijk is wat met de schrik vrijkomt. De eerste 20 minuten waren duidelijk voor de boys uit Werkendam. En dan weer fout inspelen van Marcel Akerboom dit keer. En dan is het geen buitenspel, want het is Arif Idema Bazalek die zelf doorgaat en van afstand schiet. En de keeper van Noordwijk, Mustafa Amazin, moet een corner weggeven. Mustafa Amazin die zich ontwikkeld heeft tot een van de beste keepers uit de topklasse. Dat mag wel gezegd worden. En dan is het daar een hoge bal aan de linkerkant en is het een schotje van Arda Havar. Hij was heel actief, die linker middenvelder van de Kozakkenboys. Noordwijk dan met Bram Meurs. Aanvoerder vandaag weer. Een mooie crosspaas richting Kees Stol. En Kees Stol die haalt direct uit. Maar het wordt gekraakt, het schot. En, de hoekschop die daaruit volgt. Die zal niet veel opleveren. En dan gaat de Kozakkenboys weer over links. Een diepe bal. Nou, en dan gaat de keeper van Noordwijk. Die gaat een kunststukje uithalen. Hij passeert er één man en hij gaat daar voor de voortzetting op Kai van Hezen. Maar dat mislukt. Nou, Mustaf nam hier wel behoorlijk wat risico. Hij speelt graag mee. Maar dit keer liep het bijna verkeerd af. Dan de ingooi van Blonk. En wat wijfelend weggehalen daar. En dan is het met de linker Stefan Mertens. Hij brengt Noordwijk in de 40ste minuut van de wedstrijd op 0-1. De zesde treffer van Stefan Mertens. Hij stond geposteerd achter de twee spitsen. En dan de boys nog even op slag van rust. En dan is het de keeper van Noordwijk. Oeh, op het randje. De toeschouwers zagen een hensbal van de keeper. De scheidsrechter zag het niet. Dus Noordwijk komt met de schrik vrij.
Dan zien we hier een behoorlijke forse overtreding van Richard Blonk. Die krijgt daar van scheidsrechter Dijkstra terecht de gele kaart. En zo was het ook rust met een 0-1 voorsprong voor Noordwijk. Noordwijk in de aanval, maar nog een keer een kaatsbal. En dan is het Kees Piertol. Die speelt daar slim Arie Lok voorbij. Alleen ja, de voortzetting is niet goed genoeg. Kees Tol was natuurlijk op weg naar zijn 27e treffer. Hij heeft er al 26 achter zijn naam staan. Geweldige spits. Er is uiteindelijk Bram Meurs die hem daar weer verder weet te krijgen. En dan via Kai van Hezen. Een beetje een rare bal. En dan is het daar Mike Dam die aan de linkerkant weer terugpaast. Een hoge voorzet van Kai van Hezen. En dan is het daar wat geknoei achterin bij de Kozakken Boys. En Mike Dam, hij stond er nog en hij scoort. Zijn 10e doelpunt. Noordwijk op een 0-2 voorsprong. Kozakken Boys geeft het makkelijk weg achterin. Maar je moet ze wel maken. En Dam doet dat gewoon. 0-2 voor Noordwijk. De spelers van Noordwijk natuurlijk blij. En gaat de Kozakken Boys er nog wat tegenover stellen? 2-0 achter thuis. Dat is natuurlijk niet best voor al je toeschouwers. En er kwamen er heel wat op af vanmiddag. Ze hadden er vertrouwen in, want ja, de Kozakken Boys doet het goed in zijn debuutjaar. En dan is het Yildirim. Een kleine kans. Bob Hoogkamer zat er goed tussen. Speelde solide achterin samen met Marcel Akerboom. Dan de hoekschop. En daar is het Mustafa Amartin die hem probeert te plukken. Maar hij wordt daar in zijn 6 meter gebied voor de voeten gelopen. Derhalve een vrije schop. En dan een wissel. Bram Meurs in zijn ene laatste wedstrijd. Hij wordt vlak voor tijd naar de kant gehaald door de trainer Kees Zethoff. Normaal trainer bij Voorrotten. Kees Zethoff, hij loopt nu stage bij Noordwijk. En hij mocht deze wedstrijd voor het Echi doen. Kozakken Boys dan nog een keer. De topscorer van hen. Hij was niet gelukkig vandaag. Hij had ook weinig mensen om zich heen. En hij zoekt daar Wil Yildirim. Nou, van afstand. Maar dat is geen probleem voor de keeper van Noordwijk. Die weet daar wel raad mee. En dan is het daar Kai van Hezen. Die weet hem daar goed te onderscheppen. En Noordwijk kreeg steeds meer ruimte. Want ja, Kozakken Boys deed alles of niets. En dan moet je bij Noordwijk oppassen. En dan is het Mike Dam. Van afstand, 1 meter of 20. Nou, toch wel ruim over. Kees Tol stond ook vrij. Nou, Dam ging voor zijn eigen kansen. En hij blesseert zich daarbij licht. En hij zou ook later vervangen worden door Brian Brown. Dan Kozakken Boys nog een keer. Maar Stefan Metters zit er goed tussen. En in de kluts komt hij weer bij Noordwijk speler Richard Blonk. En die weet daar in de diepte. Het is het Maurice Splinter. Ja, Maurice Splinter te bereiken. En die maakt een mooie schaarbeweging. En die speelt hem daar voorlangs. Kees Tol. Hij kwam net een teenlengte tekort. Goeie aanval van Noordwijk. Kozakken Boys. Ze speelden een vrij eenzijdig aanval. Het was voor Noordwijk makkelijk te verdedigen. Brian Brown. Ik zei al, hij was net in het veld gekomen voor Mike Dam. Speelt hem diep. En dan is het de 1-op-1 met Kees Tol. En dan is het 1-op-2 keer een goal. En nu dan? Nee. De keeper Mirko Bovo. Vorig jaar nog IJsselmeervogels. Dit jaar Kozakken Boys. Red daar voor de Kozakken Boys. En dan zijn we zo'n beetje aan het eind van de wedstrijd. En is nog een keer een diepe bal. En dan is het weer Kees Tol. Hij gaat er als een speer. Hij heeft daar ruimte. Hij kan hem op rechts spelen op Blonk. Hij doet het zelf. Ai. Kees Tol. Volgend jaar Spakenburg. En misschien wel in de hoofdklasse. Hij schudt met zijn hoofd. Hij weet het. Die had ik moeten scoren. Nou, we zitten aan het einde van de wedstrijd. Noordwijk die gaat deze wedstrijd gewoon winnen. 2 keer op deze competitie weten zij van de Kozakken Boys te winnen. Thuis 3-0. Uit 0-2. Keurig netjes. Noordwijk op 43 punten. En Raymond Mannaputi die werd gewisseld. En die weet wel waarom. Ik zat in principe niet echt in de wedstrijd. En daardoor werd ik eruit gehaald. Ja. Je maakt dit seizoen gewoon heel veel uren in Noordwijk 1. Daar zou je zelf ook zeer tevreden over zijn. Robin van Vliet die raakte geblesseerd en jij stond er maar. Ja, klopt. Robin kreeg eerst een schorsing. En vervolgens kwam ik erin en toen raakte hij geblesseerd. En toen kwam ik erin en sindsdien heb ik maar 1 potje gemist eigenlijk. Dus ja, ik ben natuurlijk heel tevreden over dit seizoen. Veel minuten gemaakt en leuke wedstrijden gespeeld. We'll be right back.
Noordwijk TV werd mede mogelijk gemaakt door Horesca Horecavo, de Heren van Noordwijk en Van de Meer Makelaars.